Toen we naar 2017 keken en naar het Huis van de Vlamingen, wat die ons vertelde, viel het ons natuurlijk op dat er heel vaak het woord internet of digitaal viel. Eind 2016, toen Economie, de federale overheidsdienst die alles netjes in de gaten houdt, dat nog eens allemaal op een rijtje zette, bleek dat 85% van onze huizen, gezinnen, dat die toegang hebben tot het internet. Die andere 15%, in het verleden zat daar een grote groep tussen die zei geen computer nodig. Wel, die groep slinkt. En de drie argumenten die overblijven zijn bijzonder herkenbare argumenten voor ons. Want wat zijn die drie argumenten? Men zegt, de uitrustingskost is te hoog, de toestellen dus. Men zegt, de verbindingskost is te hoog, het abonnement bij Telenet, Proximus. Of, mijn ICT-kennis is te klein. Laat dat nu net de drie argumenten zijn die we herkennen uit de drie basisverbruiksgoederen die de overheid traditioneel beschermt. Water, gas, elektriciteit. Voor ons was dus een rode draad rond het Huis van de Vlamingen en het klachtenbeeld van de Vlamingen in 2017 heel duidelijk dat er zich een vierde basisverbruiksgoed lijkt aan te dienen. Een huis in Vlaanderen in 2018, een huis houden dat mee wil zijn, kan zijn, heeft niet alleen water, gas en elektriciteit, maar ook toegang tot het internet.